Breda Nu. Je weet het meteen. Goedendag Breda, mijn naam is Bart en welkom bij weer een nieuw weekoverzicht. Op tweede Pinksterdag werd in Breda ook de Nassaudag gevierd, evenals het landelijke Kastelendag. En hierdoor waren het kasteel van Breda en kasteel Bouvigny waren er twee kastelen geopend voor het publiek. En hierdoor konden bezoekers een kijkje nemen naar het leven van de middeleeuwen. Nou meneer de Machtskramer, u bent helemaal bepakt, bezakt. Heeft u al een zware tocht op zitten vandaag? Ik ben helemaal uit Os komen lopen om hier het een en ander te verkopen. En dat zijn tassen uit Traaien, maar ook vossen uit Os. En noem maar op, ik heb zelfs een condoom uit Bergen op Zoom. Niet normaal. Het kasteel natuurlijk van Breda is gesticht door Johanna van Polanen en Engelbrecht. En Jan de Vierde is de zoon daarvan. Dus ja, ik ben zijn vrouw. En in de geschiedenis daarna heeft Jan het kasteel hier verder uitgebreid. Dus om dat speciaal te vieren hebben we hier een prachtig toernooi. Met allerlei bezigheden en zometeen over een aantal minuten, dan hebben we het hoogtepunt van de dag, het steekspel. Ja, dames en heren, laat u horen. Uw favoriet staat misschien wel voor. Urban sporten wordt de laatste tijd steeds populairder en op het Havendeiland konden jongeren daarom meedoen aan het Urban basketbaltoernooi. Een van de voorrondes van Streetball Masters, 3x3 noemen we dat. We spelen dat op 12, 13 locaties in Nederland wordt dat georganiseerd. Wij doen het nu voor het 5e jaar, dus we zijn een van de vaste ploegen die dat eigenlijk organiseert. Winnaars uit deze finales komen straks in Amsterdam te spelen. En streetbal is, dat is geen betere plek in Breda als hier op het Haveiland. Naast Pier, naast het Frierenveld. We hebben ook een eigen basketbalveld hier. Oké, waarom zijn jullie hier vandaag? Eigenlijk voor de lol en om meer te leren. Want jullie basketballen zelf ook? Ja. En wat vinden jullie daar zo leuk aan? Gewoon het teamgevoel van samen basketballen. En gewoon dat je er veel van leren kan. Hebben jullie ook al gewonnen vandaag? Ja, we hebben 2 keer gewonnen. We staan nu in de finale. In de finale ook? Ja. En tegen wie moet je dan? Weet je dat al? Ik weet het teamnaam niet. Wat dit mooie hieraan is dat je een buitenveldje hebt, een 3x3. Dat spelers die kunnen zichzelf aanmelden. Moeten een account aanmaken, maar die kunnen elke ronde kunnen ze meespelen. En dan kunnen ze eigenlijk heel laagdrempelig basketbal spelen zonder gecommitteerd te zijn aan allerlei voorwaarden van de vereniging. Dus ik denk dat de urban sport, er wordt heel veel gebasketbald gewoon in Nederland op kleine basketbalveldjes. Dat zien we hier ook. We hebben hier een basketbalveld geopend vorig jaar. En er komen mensen basketballen die wij nog nooit gezien hadden. De Landmachtdagen zijn deze week ook in volle gang. En op woensdag was in het Valkenbergpark en het Kasteelplein een hoop te beleven. Vandaag staan we in Breda en waarom we hier zijn is eigenlijk laten zien wie we zijn, wat we doen. Waarom we dingen doen en ook kijken wat we hebben. En een bepaalde ook trots uitstralen, maar we zijn trots op wat we doen. En uiteindelijk stiekem ook, en daarom staan we hier uiteindelijk op dit plaatje om mensen te werven. Want we komen gewoon mensen tekort en die hebben we er graag bij. Vandaag staat de landmacht centraal natuurlijk. Wat betekent de landmacht nou eigenlijk voor jou? Ja, ik sta zelf voor het beschermen van mijn land, opkomen voor het belangen van mijn land. En ik wil eigenlijk heel graag mijn land dienen en daarom ben ik ooit zelf bij de landmacht begonnen. En wat ik echt aanspreekt, en dat zie je hier ook, hè, dat het samen doen met de mannen, dat vind ik echt geweldig. Ja. Landmacht heeft mij heel veel veranderd. Het maakt je een stuk volwassener. Je bent heel sportief bezig. Dat zijn wel dingen. Je krijgt inderdaad heel veel verantwoordelijkheid, ten eerste. En dat is wel fijn. Die wordt je gegeven. En als je er goed mee omgaat, dan wordt het gewaardeerd. En er wordt ook positief opgevangen. En het altijd fysiek bezig zijn is ook heel fijn. Dus je sport minimaal 5 keer per week en altijd lekker bezig zijn met de mannen. Niet het standaard 8 tot 5 werk. Dus dat heeft het voor mij opgeleverd. Nou, en tevens startte die dag ook nog een orgelconcertserie. Gewoon hier in de Grote Kerk van Breda. Het concert begon met Matthijs Breukhoven en de aankomende weken komen er nog 4 andere organisten naar Breda. Oké, wat maakt het orgel hier zo in onze Lieve Vrouwenkerk nou zo speciaal? Nou, het is sowieso het grootste orgel van Zuid-Nederland. maar ook een van de mooiste. En dat is natuurlijk, bij orgel gaat het om de klank, niet alleen om de grootte. Het ziet er prachtig uit. Als je naar het front kijkt, het vult de hele wand van de kerk. Het is echt een blikvanger. U heeft net een concert gegeven. Hoe ging het? Ja, het ging wel goed. Het is altijd even wennen op een ander instrument. Je studeert altijd op hetzelfde instrument en dan moet je naar een andere toe. En dan, ja, dat is lastig. Dat is omschakelen. Dat is 2 dagen kost dat om even voor te bereiden. En dan is het toch altijd zwaarder dan dat je thuis gewend bent. Dus oké. En is het de eerste keer dat u op dit orgel heeft gespeeld of heeft u al vaker hier gespeeld? Ik heb wel eens gestudeerd. Ik krijg wel eens les van Aard Bergwerf, de organist hier. En ik heb hier wel eens een trouwdienst gespeeld, maar voor de rest eigenlijk nooit. Dus een concert is eigenlijk een debuut hier. Ja. Ja, orgelmuziek is niet echt meer van deze tijd. Maar denk je dat nog een terugkeer zou kunnen maken? Ja, dat hangt allemaal af van hoe de organist speelt. En ook de stukken die ze kiezen. Want als je moet soms in een programma, net als nu, ook geen populaire stukken erin eigenlijk. Wel hele bekende stukken, maar geen populaire stukken. En dat doe ik in andere concerten wel vaker. Waardoor dus de feest van de herkenning, laat ik maar noemen. Nou, dat denk ik wel. Als je bijvoorbeeld, misschien ken je de film Interstellar. Nou, er zit heel veel orgelmuziek in. En jongelui vinden dat echt geweldig. Dus als je dat soort initiatieven doet met het orgel, ja, dan wordt het weer hip. Dit jaar komt de Hockey Champions Trophy naar Breda toe. En hierbij strijden de 6 beste hockeyteams van de wereld om de begeerde titel. Bij de Breda's Hockey en Bandy Club is voor de gelegenheid een nieuw kunstveld aangelegd, waarop als opwarmetje al een internationale wedstrijd werd gespeeld. Namelijk de wedstrijd Nederland tegen Duitsland in de categorie 70+. We hebben het ook echt nodig, dus het is niet iets wat voor na de Champions Trophy wordt opgerold en weggehaald. Dus wij hebben dan ook het gebruik van het veld natuurlijk in de aankomende jaren, waar we heel erg blij mee zijn. Maar daarvoor gaan we hier de Champions Trophy, de allerlaatste, laten spelen. Nee, dit was eventjes de opening van het veld. De Champions Trophy zelf die gaat pas in de laatste week van juni beginnen. 23 juli. En zal dan op 1 juli met de finales eindigen. En ik denk dat als je dan op 23 juni hier weer staat, dat je iets heel anders ziet dan wat je nu ziet. De meningen zijn verdeeld over de nieuwe donorwet. Er is momenteel een handtekeningenactie gaande en als de vereiste aantal handtekeningen bereikt wordt, komt er een referendum over. Daarom gingen wij de straat op om te vragen wat de mensen van Breda nou eigenlijk vinden van die donorwet. Lijkt mij prima. Als de wachtlijsten daar korter van worden en er meer mensen door geholpen worden, dan ben ik daarvoor. Ja, ik vind het ook wel goed. Ik denk dat dan meer mensen gered kunnen worden die een orgaan nodig hebben. Nou, ik vind hem wel goed, want als je toch geen donor wilt worden, dan moet je het gewoon aangeven. En er zijn echt hele lange wachtlijsten, dus ik vind eigenlijk dat het wel een goede wet is. Nou, ik vind niet dat iedereen donor moet zijn, maar ik vind dat als je het niet wil, dan kan je toch best wel aangeven dat je het niet wil. En dan is het best makkelijk om niet aan te geven, denk ik. Ja, daar ben ik het zeker mee eens, vanwege die lange wachtrijen ook. Ja, ik vind dat mensen die ziektes hebben en waar ze een nieuw orgaan voor nodig hebben, vind ik wel van, geef ze die kans om daar wel, zeg maar, mee door te kunnen. En ik vind de donorwet eigenlijk wel goed. Nou, je hoort dat er mensen sterven omdat er weinig donors zijn. Dat kan natuurlijk in deze maatschappij niet, vind ik. Dat het zo nodig is. Ja? Oké, en bent u zelf ook donor dan? Ja, dat ben ik. Nee, maar als ik 18 ben wel. Ik ben zelf ook donor. Ik heb maar het vakje aangekruist voor mijn lichaamsdelen delen af te staan. Maar ik ben geen bloeddonor. Nou ja, ik heb niet aangegeven van niet, dus ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben wel donor. Ja, mijn vader is de dokter, dus die had ook echt gezegd, Marissa, wil je het? Ja, nou dan geef maar aan. Ik zei, nou is goed. We hebben weer een mooie foto van de week klaar liggen voor jullie. Deze keer van binnen de Grote Kerk, gemaakt door Tamara Verhoog. Heb je zelf nou ook een mooie foto gemaakt? Stuur hem dan gerust op naar redactie@bredanu.nl. Ja, lieve kijkers, dat was het alweer voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer met de laatste nieuwtjes en highlights van in en rondom Breda. Zoals altijd een fijn weekend en houdoe. Breda nu. Je weet het meteen.